Is er wel eens voor jou een ode gezongen? Een liedje. Misschien nee, ja, wel Smit. Dan geef je altijd was. Ik zou aan je willen vragen om plaats te nemen op een kruk die een van deze fantastische alpakkers voor jou gaat pakken. En dan gaan Thomas en Ryan een ode aan jou brengen. Oh, wat schattig. Ja, heren. Schattig. Schattig? Ja. Schattig. Niet? Wordt het helemaal niet leuk? Helemaal niet schattig. Jawel, wordt hartstikke leuk. Okay. Ga lekker zitten. Ja. Ga lekker zitten. Voor die ode zoek ik wel nog twee voorwerpen. Jullie moeten allebei een voorwerp meenemen in je ode. Twee voorwerpen die ongeveer een euro kosten. Stoeptegel. Is dat een euro? Echt? Een euro. Een stoeptegel? Een frisbee. Een frisbee? Een bellenblaas. Wat? Bellenblaas. Oké, Ryan. Jij gaat een ode zingen voor Bridget. En in jouw ode moet voorkomen stoeptegel. Stoeptegel van een euro. En Thomas, in jouw ode moet voorkomen bellenblaas. Bellenblaas, oké. Okay. Geniet ervan. Okay. Ja, dankjewel. Nou, ik moet beginnen. Begin jij? Ik weet niet wie er begint. Ja? Ja? Oh, Britje. Ik heb niet zoveel meegenomen. Ik heb het niet goed geregeld. Maar als je mij de kans geeft, dan overal waar je loopt leg ik een stoeptegel. Oh, Bridget, als ik jou zie ben ik mijn emoties niet de baas. Wat ik voor jou voel is zo teder als bellenblaas. Woe! Als je zo'n belletje blaast, prik hem dan niet door. En wat je ook doet, ga er alsjeblieft niet met Ryan vandoor. Oh, Bridget, wat hij doet is best wel oké. Maar na dit liedje heet je gewoon Maasland Pandee. Je moet hem vooral niet vertrouwen. Als je iemand zoekt die zachtjes in je oor blaast, dan kun je op mij bouwen. Oh, Bridget, zo'n mooie zinnen zitten er wel op. Want als je zo laat doorgaat, krijg jij een stoeptegel op je kop. Dit is Ryan zijn voeten uit. Hij lost alles op met geweld. Maar ik hoop dat je aan het eind van de avond mij nog even belt. Oh, Bridget, kies voor mij. Kies voor mij. Bridget, kies voor mij. Kies voor mij. Wees voor altijd de mijne, want kies voor mij.